Ja, de dieren die gaan veelal met de boot naar het land toe. Zorg ik dat ze in de praam komen. Dat is een boot van 60 jaar oud die nog prima functioneert. En zo kan je ze van perceel naar perceel brengen. Vooral de oude ervaren schapen staan ze al te wachten om in de boot te stappen. En de jongeren die hebben dat op een gegeven moment ook door. Dat als de boot komt, dan gaan we weer naar een nieuw perceel. Een nieuw lekker hapje en een nieuwe omgeving. Ik doe dat heel veel alleen. Alleen sommige momenten is het heel handig als een vriend van me komt met zijn honden die kuddes kunnen drijven. En vooral de eerste keer is dat wel moeilijk, want lammetjes zijn er niet gewend. Dan denk je van wat gebeurt ons nou? Hè? En nou, dan roep ik hem erbij. Het is eigenlijk een uitdaging om de dieren zoveel mogelijk gras en kruiden, zoals hier over. Er zitten kruiden tussen. Kruiden, grasjes. Ja, dat is geweldig dat ze daarvan kunnen groeien en al het land is biologisch. De dieren zijn biologisch. Maar het mooiste is om die dieren zeg maar in de groei te houden, dat ze gezond blijven. Ja, en gezonde dieren is volgens mij gezond vlees.